Als men het heeft over het verschil tussen het Westen en de rest van de wereld, denken we meteen aan kwesties als democratie, vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdienst. Maar volgens sommigen is het meest indringende verschil tussen de westerse cultuur en andere culturen de houding tegenover seksualiteit. Het recht op seksueel genot van vrouwen, de toegang tot anticonceptie, maar vooral het afgenomen belang van de vrouwelijke maagdelijkheid. Dat zijn de grote verworvenheden van de westerse seksuele revolutie die zich elders in de wereld niet heeft voorgedaan. Ik praat erover met Najwa Bijir, schrijfster van El Weswes en Fantasme. Fariba Rahmati, zij is relatie- en gezinstherapeut. En Yasmina Alas, schrijfster van onder meer Idil, over een Somalisch meisje dat zich probeert te handhaven in een mannenwereld. Najwa, is er een verschil tussen de seksuele vrijheid van jouw moeder bijvoorbeeld en jouzelf? Nou, om te beginnen, ik heb mijn moeder vandaag gebeld om morgen bij haar op bezoek te gaan. Mm-hmm. Dus het stukje van mijn moeder zal ik nu niet antwoorden. Ja, wat denk je? Wat ik denk, ik kan het niet vertellen. Het is in elk geval niet iets waar we over spraken. Mm-hmm. En het heeft ook te maken met onze gezinsomstandigheden. Mijn moeder heeft ruim 45 jaar gewerkt. Twee ploegendiensten. Eén in de ochtend. Mm-hmm. Dat was om 5 uur stond ze op. En als ik van school thuis kwam, dan ging ze weer naar haar werk. Mm-hmm. En dan kwam ze weer 's avonds om 8 uur thuis. Ja. Dus ik heb ook heel veel contact met mijn moeder gemist. Maar ik weet zeker dat het niet een onderwerp is waar we over zouden hebben gesproken. En je hebt zelf dochters, je hebt twee dochters, heb ik begrepen. Ik heb er twee, ja. En ga jij er wel over praten? Ik vind het heel belangrijk om, absoluut, ja. Ja. En ontstaat er dan zoiets als, kijk, we weten natuurlijk wel dat migrantenvrouwen die hier dan kwamen, dat zij een hele strenge seksuele moraal hadden. Verandert dat in de volgende generaties? Ja, meestal wel. Dan zie je wel in tweede en derde generatie, eigenlijk, ze krijgen meer voorlichtingen over dat er wel seksualiteit. En dan zie je wel ook wel met de eerste generatie, wat jij noemt, hè, je moeder, dat er zo drukke tijd heeft en de eigenlijke wel hard werken. Ja. En geen aandacht besteden aan de seksualiteit. Maar nu met de derde en tweede generatie. Ja. Volgens mij heeft het ook niet zoveel met voorlichting te maken. Dat heeft ook te maken dat meisjes die hier of jong zijn gekomen of hier geboren zijn, ook de Nederlandse samenleving zien. Ook de Nederlandse lotgenoten of leeftijdgenoten in een hele andere context zien wat seksualiteit betekent. Maar ook dat angst van seksualiteit langzamerhand weggaat en dat jonge meisjes beseffen, eigenlijk dat is, het is helemaal niet zo heel erg om een vriend te hebben. Het is helemaal niet zo erg om voor het huwelijk seks te hebben, maar wel als ik dubbele leven leid en dat maar niet vertel. Ja, ja. En dat dus eigenlijk, zolang het geheim blijft, is er niets aan de hand. Ja, dat is, je kan het al die dingen doen, zolang je die twee werelden uit elkaar houdt. Ja. En dat maakt ook voor die meisjes natuurlijk draaglijk. En langzamerhand is het ook zo dat ook sommige moeders dat inzien, dat het geen einde van de wereld is, dat het geen schande is als een dochter een vriendje heeft. Dat is een lastig fruitje in de zaal. Die is ons heel aantrekkelijk. Die zoekt het mij op, ja. Maar ik wil terugkomen naar die werelden. Even terug naar het beeld in Iran bijvoorbeeld. Ja. Wat me intrigeert is, hoe denkt men in Iran over westerse vrouwen? Als men denkt aan seksuele... Dat is een mooie, maar ja. Kijk, eigenlijk, wij zijn heel westers opgevoed, hè? Voor 1979. Ja. We zijn heel erg westers opgevoed. En als wij over de wel anticonceptie. Welke verhalen worden verteld? Ja, precies. Na de revolutie, eigenlijk, zijn heel veel veranderingen gebeurd. Maar dan zie je wel dubbel leven van de mensen binnen huis en buiten huis. Mm-hmm. Binnen huis, eigenlijk, worden wel. Heel anders met alles omgaan. Je ziet er wel de vrouwen met de kortste kleren en met de boyfriend en met de parties en met de wijn bij. En dat wordt ook geaccepteerd. En ook in het door Iran van nu? In Iran van nu. En buitenshuis is men. Buitenhuis heb je een heel ander leven. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Ja. Maar je zou denken dat de seksuele vrijheid voor vrouwen in het Westen van alle tijden is. Maar niets is minder waard. Laten we kijken hiernaar. In 1938 begon de Amerikaanse seksuoloog Alfred Kinsey met een grootschalig onderzoek naar seksualiteit in Amerika. Hij interviewde mannen en vrouwen van alle leeftijden, afkomsten en seksuele geaardheid.
In 1953 verscheen het controversiële rapport Sexual Behavior in the Human Female. Hierop volgde een uitbarsting van media-aandacht met zowel positieve als negatieve reacties. Dit rapport werd niet alleen besproken in vrouwenbladen, maar zelfs in visserstijdschriften voor mannen werd geschreven over de seksuele activiteiten van vrouwen. Het feit dat 50% van alle Amerikaanse vrouwen seksueel actief is voor het huwelijk en zelfs geniet van seks, choqueerde het Amerika van 1950. Dus tot in de jaren 50 wist de meerderheid van Amerikanen weinig of niets van het orgasme van de vrouw. Nou, dat kan je nog steeds in mijn eigen cultuur, in de Somalische cultuur, is dat nog steeds toepasselijk. Ja, in de Somalische cultuur. In de Somalische cultuur. Het gaat ook eigenlijk helemaal niet om de orgasme van de vrouw. Het draait altijd om de orgasme van de man. Ja. Er zijn zelfs mannen die van hun vrouwen zijn gescheiden, omdat ze überhaupt al reactie gaf tijdens het vrijen. Okay. Dus een vrouw hoort niet te reageren tijdens de seks. Want dat is iets wat... Ik moet zeggen dat de Somalische jongeren, vooral Somalische jonge jongens die nu hier in Nederland zijn, dat ik dat heel andere geluid hoor waar ik aan toejuich. Mm-hmm. Die leert dat ook kennen. Die leert dat ook een eigenlijk orale seks kennen, wat ik absoluut onmogelijk is voor een Somalische man. Ja. Maar dat is dus de dubbele morale. Dat is... Je praat er niet over, mm-hmm. Je doet het. En vooral voor de vrouw is vaak het lustobject voor de man. Hoe zou je Marokkaanse man zijn, denk je? Nou, ik heb ze niet allemaal... indruk. Heb je enig idee hoe Marokkaanse mannen... hoeveel zij weten van de vrouwelijke seksualiteit? Ik kan er... Dat weet ik niet. Maar ik vind dit, als ik dit hoor, vind ik het echt gewoon heel grof en bruut en chockerend. Dat is dus onderdrukken van iets wat bij een mens hoort. Ja. Dat een ja, vrouw we weten niet... wel wat we van moeten denken, maar ik wil weten hoe het speelt. Hè, Fariba, hoe denkt men er Iran over? Seksueel genot van vrouw, wordt dat gezien... erkend als een biologisch feit of gezien als een teken van onzedigheid? Weet je wel, het idee van alleen slechte vrouwen houden van seks. Ja, en dat klopt. Maar als ik naar mijn eigen opvoeding kijk... Mm-hmm. Ik ben echt opgevoed. Mijn ouders waren links georiënteerd, zeg maar. Ik ben in een moslimgezin geboren. Maar toch heel anders opgevoed. Ik had alle vrijheden, maar... Er zijn ongeschreven codes, mm-hmm. Net als dat we eigenlijk voor je huwelijk mag je niet naar bed gaan. En je moet respect hebben voor je lichaam. Dus als vrouw word je opgevoed, of krijg je mee, dat je lichaam heeft er heel veel waarde aan. Dus je moet, als met een man naar bed gaat, dan moet wel een man van je leven zijn. Als jij dat niet doet, hè, dan met verschillende mannen... Dan word jij anders wel. Dan ben je, okay. Ja, oké. Okay. Jij hebt een heel, heel scherp onderscheid gezien in Somalië. Je hebt als jeugd heb je een herinnering aan Somalië. Je bent er naar teruggegaan. Daar is een reportage over gemaakt. Daar is ook dit boek over gemaakt. Ja. Wat voor frappante verschillen zag je? Waren ze vroeger vrijer en zijn ze later preutser geworden in Somalië zelf? Nee. Dat is eigenlijk vrijer. Bij ons was het vroeger dat hele islamitische geloof was voor ons een bijzaak. Mm-hmm. Bij ons echt draaide dat seksuele machtsspel tussen man en vrouw. Mm-hmm. Alles draaide om de seksualiteit van de vrouw. Ik ben vanaf mijn vijfde opgevoed. Kijk uit, als man je aanraakt, je wordt zwanger. Kijk uit, je hebt maar iets wat graag... in de negatieve zin, hè? In de negatieve zin, ja, alles draait in de negatieve zin. Als je man... Jij hebt iets wat mannen altijd willen hebben. Mm-hmm. En jij hebt de sleutel. En als jij dat weggeeft, kijk uit. Dus je wordt helemaal panisch gemaakt voor het wezen man. En je kijkt naar een andere ogen wat het wezen man is. Dat is was ons een roofdier die je kwam, iets van je kwam beroven. Die je per definitie kwaad zou doen. Ja, die altijd per definitie kwaad zou doen. En tegelijkertijd, mannen maakten ook dat angst ook eigenlijk de werkelijkheid. Mm-hmm. Want ik kan me herinneren vanaf dat ik echt jong was. Ook familieleden, mannelijke familieleden, getrouwd waren, ouder waren, die bij ons kwamen. Als jonge meisje word je altijd seksueel benaderd. In die zin met seksuele getinte blik. Je wordt gekeken. Dat is grote ooms, grote mannen die bij ons kwamen. Dat is...
Je hebt nog geen borsten, Jasmin, zeiden ze dan. Als wij daar aan onze hand wrijven, dan groeien die borsten. En je hoort het meteen in de stem van je moeder. Dit is wat zij bedoelde. Je bent 7 en 8 jaar. Dat wil zeggen dat die angst die, die de meisjes werd aangepraat, dat dat ook nog reëel was. Dat is die mannen ook, waren gewoon tamelijk onbehouden. Dat is ook een reëel, maar tegelijkertijd, dat is, Somaliërs gaan heel erg verwrongen met liefde om. Omdat het liefde, zelfs getrouwde vrouwen, als ze bij ons buurvrouwen of familieleden, de getrouwde vrouwen bij ons kwamen praten en je hoort ze over hun huwelijken praten, het was oorlog. Het was oorlog. Dus als jong meisje zit je daartussen te kijken hoe of de dingen die ze over die mannen zeiden. Dus eigenlijk, je groeit niet op met een gevoel. Een man is een wezen waar je ook lief kunt hebben, waar je seks mee kunt hebben. Nee. Maar je wantrouwt het. Daar heb je in Marokko helemaal geen last van. Hè? Als je, jij gaat wel eens naar Marokko. Zie je daar veranderingen in de omgeving als je op straat loopt? Ja, ik ben een lange tijd niet naar Marokko worden geweest. Worden vrouwen moderner langzaam maar zeker? Of worden ze juist orthodoxer? Ja, ik ben heel lang niet, een tijdje niet in Marokko geweest. Ik heb wel gemerkt dat meer vrouwen een hoofddoek zijn gaan dragen. En we hadden het net nog over een tv-imam. Raken onder invloed van wat ze op tv zien en de omgeving. Maar ik wil het even hebben over het straatbeeld in Marokko. Wat ik wel merk is, als je het hebt over een beeld dat zich afspeelt in de markt, dan dragen meer vrouwen een hoofddoek en een djellaba. En als je een beeld hebt dat zich afspeelt in een boulevard, dan zie je veel modernere mensen. Ja, ja, en hoe komt het? Je gaat niet naar de markt in je moderne kleren. Maar als je de markt bezoekt, dan doe je dat in een oude djellaba. En misschien een hoofddoekje, zodat je haar goed zit. Omgeving geweest, pas je dus dan aan. Ja. Ik wil even naar een van die belangrijke taboes in de islamitische cultuur. Of in heel veel andere culturen, niet alleen maar in de islamitische. Want één belangrijke kwestie van de seksuele revolutie in het Westen was dat die maagdelijkheid ineens niet meer belangrijk was. Maar dat is dus in heel veel delen van de wereld anders. Laten we kijken naar beelden van een fragment uit in het huis van mijn vader. Van Fatima Jebriou Azani uit Het is nogal heftig, hè? Want je ziet dan die bruid nog zitten. Ongelukkig te wezen. En nog steeds ongelukkig te wezen. Ik bedoel, het is nu na afloop, is mission accomplished. Ze heeft bewezen dat ze een maagd was. Nou ja, dat weten wij niet. Hè. Dat is een laken met zoveel bloed. Dat weten we niet op. Mag ik even inhaken op de betekenis van zoiets? Ik vind het zeer oneervol om zo een... zo'n cultuurgedrag te zien. Ik vind het echt heel oneervol. Kijk, dat zijn vreselijke beelden, maar wat punt is, die maagdencultus, zo noemen ze dat, het heilig verklaren van de maagdenverlies, dat is natuurlijk een tiertwelig in de wereld. Ja. Nou, maar in Marokko dan, of Turkije laten ze dit zo'n bebloede lakens het volk zien. In Somalië gebeurde dat vroeger, dat de vrouwelijke kant van de man, zo ongeveer 10, 20 vrouwen, die kwamen de volgende dag naar zo'n meisje toe. Die werd ontkleed. Ze moesten dus voor die vrouwen gaan liggen. En ze gingen letterlijk met z'n 20ste dus tussen de benen van de vrouw, van zo'n meisje kijken. En soms, om te kijken of zij nog maagd is. Okay. En zelfs in het kamp het aanraken, betasten, voelen of ze nog maagd is. En dat vind ik nog vernederender. Want je eigenlijk, dat is zo vernederend. En het meisje is... Hoe komt die maagdencultus zo sterk? Ik bedoel, is het altijd, bijvoorbeeld Iran,
Bestaat die maagdencultus daar ook zo sterk? Is dat ook zo van levensbelang voor meisjes om maagd te zijn? Nee, op dit moment denk ik niet zo. Trouwens, als we over de Iraanse cultuur hebben, dan heb je wel eerst algemene cultuur en dan heb je wel ook sociale cultuur, de sociale klascultuur. Ja, de subculturen die horen bij. Ja, en dan heb je ook in de grootstedencultuur. En als ik het over de Iraanse cultuur heb, dan heb ik het meer over de Tehraanse cultuur, zeg maar, ja. Grootsteden. Hecht men daar nog aan maagdelijkheid? Is dat van levensbelang? Worden vrouwen daarop afgerekend? Eigenlijk niet zo dat wat bijvoorbeeld in mijn moeders tijd, bijvoorbeeld, ik weet, heel belangrijk was. En ik heb ook meegekregen, respect op je lichaam. Mm-hmm. Dat betekent, je gaat niet naar bed voordat je het gaat trouwen. Yes. Dus dat maagdelijkheid. Ja. Dat heb je meegekregen. Maar dat is niet zo, wat ik wel nu zie, terwijl in Marokko of in Turkije, daar worden we heel veel belang gehecht. Mm-hmm. Ja, veel meer. Het betekent eigenlijk dat we hier zeggen dat de manier waarop de seksuele houding tegenover vrouwen zich ontwikkelt in heel veel landen, dat het een van de grote oorzaken is van de miserabele positie waar een vrouw in het algemeen verkeren. Ja, dat kan wel misschien zo zeggen. Maar met alle ontwikkeling, nieuwe ontwikkeling in de medische wereld, hè, dan zie ik ook wel bijvoorbeeld in Iran heel veel, dan hoor ik wel heel veel prostitutie is. Hè. Heel veel studenten door de economische problemen. Dus ze kunnen hun studie niet betalen. Voor hun studie is heel belangrijk. In Iran is altijd studie voor vrouwen en mannen is echt belangrijk. Dus wat ze doen dan, gaan wel meer in de prostitutie. En als ze klaar zijn met de studie, dan zie je wel dat ze gaan naar een ziekenhuis. Er zijn zoveel perifere klinieken. En die gaan wel eigenlijk weer machtelijkheid terugkrijgen. Hè. Dan wordt weer hersteld. Medisch. Ja. Dat is eigenlijk, ik denk wel, een stukje de overlevingsstrategie bij heel veel vrouwen. Mm-hmm. Die positie in de maatschappij willen. En nou ja, dat is de weg. Ik geloof dat het inderdaad een cultuurwaarde is. Mm-hmm. Als een maagd ben je meer waard. Heb je meer trouwkansen, meer overlevingskansen. Dus religieus, moet dat streng bewaakt worden? Ja, het wordt heel eng gemaakt. En soms is het ook functioneel. Omdat je dan misschien ook echt in een onveilige... grote mannen kinderen betasten. Mm-hmm. Dat kan ook functioneel zijn. Even afgezien van het feit of iemand ervoor kiest om maagd te zijn voor het huwelijk of niet. Ik vind dat het echt een eigen keuze moet zijn. Waar ik op tegen ben, is de waardedaling van iemand die zijn bloed niet laat zien. En te maken met de betekenis van wat iemand waard is in een sociale context. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat een materieel goed geworden. Hè? Je trouwt, je klimt in een sociale ladder. Ik wil nog wel even toevoegen. Laatst hoorde ik op de radio dat een maagd zich voor 50.000 euro... hier in Nederland haar maagdelijkheid heeft laten veilen. Ja. 50.000 euro. Dat is heel veel geld ophalen voor je maagdelijkheid in een westerse samenleving. Ja, weet je wat het ook is? Het is ook... Wie zegt dat, maar dat is ook een onwetendheid. Wie zegt dat elke meisje die maagdelijkheid verliest ook bloed? Ja. Dat dan zo'n emmer bloed uitkomt. Nee, het gaat gepaard met een heleboel misverstanden. Een emmer. Ja. Maar waar het op neerkomt is dat men de maagdelijkheid gebruikt, de eerbaarheid gebruikt, om de positie van een vrouw, het is gewoon rechtstreeks onderdrukking. In Amsterdam-West, daar woont een vrouw, een fantastische vrouw. Die maakt dus vooral ook Marokkaanse Turkse vrouwen op als ze gaan trouwen. En ze vervult ook nog een andere rol. Dus als een zo'n meisje niet maagd is, dan sluit zij deal met zo'n meisje. Zij maakt haar op. Tegelijkertijd heeft zij allerlei capsules waar een duivenbloed in zit. Vlak voordat iedereen uit elkaar gaat en dat meisje naar haar kamer gaat, dan wordt dat capsule ingebracht. Met allerlei verhalen. We kregen nu wel de indruk dat het allemaal zo ontzettend primitief was. En dat is ook zo. Bijna hysterisch erop reageert. Maar tegelijkertijd, het zijn heel veranderde tijden. Maar laten we kijken naar beelden van vroeger in een land als Afghanistan en nu. So women were progressing, going on to the higher education in working outside their houses. I think that was the best time for women. Thank you.
Ja, het is... Ja, wat? Ik bedoel, weet je waar ik me erger? Ik erger me aan de gedachte dat deze vrouwen het hebben geaccepteerd. Dat weet maar, ik niet. Dat is nou, het punt. Wat kijk, moeten ze? Wat moeten ze? Taliban is, Taliban is zeer gewelddadig. Ja. Als je leven op het spel staat, dan kan ik me heel goed voorstellen dat ik ook dan zo'n burka zou gaan aantrekken. Ja, maar ja? Ik denk ook wel, binnen het gezin ga je wel heel, binnen huis ga je anders doen. Kijk, als je zoveel worden onder druk gezet, hè, net als wat ook in Iran we kennen, dan ga je andere overlevingsstrategieën ontwikkelen. Ja. Ik denk dat de meeste die vrouwen hebben wel andere overlevingsstrategie om verder te gaan. Kijk, naar buiten moet zo eens gaan. Ja. Maar ik ken ook die vrouwen binnen huis krijgen ook les. Mm-hmm. Want ze mogen niet naar school, maar ze krijgen binnen huis wel les. Misschien van tante of iemand anders. Dat is maar een schrale troost, hoor. Intussen nee, moeten ze kijk, wel zo op straat. Nee, maar Arniel, je kan... Zo werkt het. Waarom werkt het zo? Er is een oorlog, er is een invasie. Ja. En het eerste wat wordt aangepakt zijn de vrouwen. Ja. En misschien moeten we het daar eens over hebben. Ja, maar je kan er niet in een land zich verzetten die zo gruwelijk, echt gewelddadig te werk gaat tegen een vrouw. Als je leven op het spel zit, is dat... Okay. Als je niet, dat is een... Maar laat ik het proberen iets subtieler te benaderen. Je zegt het geweld is... Vrouwen worden gestenigd. Maar dan is het feit dat vrouwen hun dochters opvoeden. Hoe doen ze dat? Geven ze de ideeën van die vaders en de mullahs enzovoorts kritiekloos door? Of zitten ze die kinderen stiekem, hun dochters stiekem te beïnvloeden? Het zal altijd iets dubbels in zitten. Als het gaat over bevrijding, als het gaat over educatie, als het gaat over vrouwen en laat de seksualiteit even achter, dan zullen ze daar heel veel kracht geven aan hun dochter. Ja. Maar zodra je dat seksualiteit bijkomt, ik denk dat het altijd iets dubbels in zit. Het is altijd een dubbele moraal. Het is elke moeder, hoe geëmancipeerd ze ook is, het zit altijd toch iets bekrompensheids in, wat ik ook niet begrijp. Welk ouderwets idee ga jij nog wel proberen te handhaven of ten opzichte van jouw dochters? Ik ben de baas. Jij bent de baas. Dat ga je ze mogen pas het huis uit als ze 30 zijn. Dus dat, ze mogen pas het huis uit. Die regel staat al vast. Ja. En wat nog meer? Maar welk ouderwets idee? Ten aanzien van godsdienst bijvoorbeeld. Ik ben heel praktiserend moslim. Juist. Absoluut. En in die godsdienst heeft de man een bepaalde rol. Ik heb een andere visie. Ik geloof in de kwaliteit van mensen. En ik vind het heel belangrijk dat mijn dochters weten wat hun kwaliteit is. Mm-hmm. En dat is ook de manier waarop wij hen proberen op te voeden. Maar ga je ze ook leren dat ze vooral eerbied moeten hebben voor hun man? Of voor mannen in het algemeen? Ik leer ze eerbied voor alles wat leeft. En ik vind het ook belangrijk dat ze die eerbied ook terug ontvangen. En dit is mijn visie op leven. En dat deelt mijn man ook. En dit is denk ze hoeven niet een speciale achting te hebben voor mannen, nee, wat jou betreft. Ik vind dat die achting voor alle mensen moet zijn. En, maar dat ze dat ook terug kunnen eisen. Want, ik heb zelf aan de lijf ondervonden dat ik niet met achting werd behandeld. En dat gaf ook weer wat psychische problemen. Omdat je vrouw was, bedoel je? Heel veel andere factoren. Vrouw, kind van de gastarbeider. Ja. Ik vind zelfrespect, zelfwaarde heel belangrijk. En ik denk ook dat als het gaat om elementen als seksualiteit, dat maakt ook onderdeel van je mens zijn. En dat is niet iets, dat is geen pijn en bloed of marteling, maar dat is iets van jou. Ja. Fariba, je hebt al een paar keer gezegd dat men binnenshuis in Teheran een heel andere cultuur erop nahoudt dan buitenshuis. Dus kun je eigenlijk zeggen dat er wel sprake is van een stiekem seksuele revolutie in Iran? Dat het niet ja, op straat dat kan wel zeggen. In mijn tijd was wel niet zo dat het wel heel normaal was dat als ik wel man heeft of getrouwd ben, dat ik ook wel buiten wel een vriend kan hebben. Ja. En mijn vriendenkring dat weten. En toen ik voor de eerste keer van een patiënt hoorde, ik verbaasd helemaal dat het zo is. En ik denk, maar men zegt bijvoorbeeld ook dat Iran een van de grootste afnemers is via postorderbedrijven van sexy lingerie enzovoort. Dat kan. Nou, kijk aan. Ja. Is kijk, dat met verkeerd? Dat is helemaal heel typisch. Maar met alle wel internet, Facebook en alle dit dingen. Eigenlijk die ontwikkeling is ook in dit soort landen wel echt in dit gebied heel groot is. Maar nou krijg je hebt het genoemd, Facebook, mobiele telefoontjes. Men accepteert wel de spullen
van het Westen. Ja. Maar ja, men accepteert niet het totale pakket van de man-vrouw verhoudingen en de seksuele vrijheid, de seksuele gelijkheid van de vrouw. Maar is het niet zo dat een vrouw geen lusten mag hebben? Dat is een cultuurding. Ik weet niet meer. Ja, maar het cultuurding is dominant, weet je wel. Hoe het in pure vorm in de Koran geschreven zal staan, is eigenlijk niet zo relevant als je kijkt naar hoe men ermee omgaat. Ja. Nee, maar kijk, meisjes, dat is ook al... Thuis hebben ze andere normen en waarden. Ze nemen ook die seksuele vrijheid van de Westerse vrouwen over. En dat brengen ze ook echt, dat in hun, passen ze ook in hun eigen leven toe. En dat is altijd het dubbele leven die deze meisjes leiden. Mm-hmm. En dat zal ook natuurlijk altijd zo blijven. Ze willen graag de respect en ook de eigenwaarde naar hun familie toe. Willen ze dat behouden. Maar tegelijkertijd willen ze ook hun seksuele vrijheid hebben. Ja. En dat betekent dat je dus die twee werelden niet met elkaar kunt combineren. En dus de mooie middenuitweg is dat ze dus van beide deze twee werelden, die houden ze uit elkaar. En dat wil zeggen dat zij hier leeft en hier leeft. Toch blijf ik erop hameren, even dat totaalpakket. Hè? Het accepteren van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Dat wat in het Westen bewerkstelligd is, op seksueel gebied in ieder geval. Dat heeft ook consequenties voor allerlei andere dingen. Hè? De lichamelijke integriteit, de bescherming, huiselijk geweld, verkrachtingen. Dat is allemaal in het Westen, in de Westerse cultuur, over het algemeen beter geregeld dan in de rest van de wereld. Ja, nou, de weg die deze vrouwen te gaan heeft, is natuurlijk lang. Het is nog niet. Het is. Maar ik moet het zeggen, als ik hoor ook dat. Als ik alleen mijn eigen gemeenschap kijk, die mensen die hier wonen. Het gaat de goede kant op. Het is. En als ik naar Somalië kijk, dan hou ik mijn hart vast. Dus dit is. De weg is behoorlijk lang. Daar heb ik het dubbele gevoel over. En dat is de lang. De weg is lang. Maar ik geloof dat, gezien ook de globalisering in de wereld waar we nu in zitten, dat die ontwikkeling, dat kan je niet meer tegenhouden. Ja. De internet, die meisjes die vroeger in een gesloten kamer zaten, die zien nu alles. Dus die westerse ideeën gaan sowieso binnen. Die gaan sowieso via de muziek, via de films, via YouTube. Ja, en porno. Ja. Ze kunnen een kind in Somalië kan nu zo porno googelen. Alle blikken zijn alles op het Westen gericht. En ik weet nog, toen ik vroeger als kind naar familie bezocht in Marokko, hadden ze altijd Franse tijdschriften. Alle blikken zijn op het Westen gericht. Het Westen doet het beter. Dus in die zin kun je ook zeggen dat het Westen ook toonbeeld is in vele opzichten voor het niet-Westen. Vind jij dat het Westen, bijvoorbeeld in Iran, het kwam even in me op, ze bepleiten daar een grotere vrijheid van meningsuiting, maar ze zullen nooit grotere seksuele vrijheden bepleiten? Ja. Ik zie iemand als Obama niet zeggen van wij willen meer vrijheid voor meningsuiting en ook afschaffing van de maagdencultus. Nou, dat zou wel een komische uiting zijn, maar dat geloof ik niet. Die seksuele vrijheid, ik geloof dat die seksuele vrijheid zal komen, maar dat zal altijd anders zijn dan hier. Najwa Bezier, Fariba Rahmati, Yasmin Aras, bedankt. Dit was ZOZ. Volgende week zijn we weer. Graag tot dan.